Namens het comité herdenking Nederlands-Indië Gooien Verstreek, bestaande uit Barry Roggeveen, Joyce Brilleman, Sonja Mignon en Maaike Pel en Marissa van Gaardeling die op vakantie is en ondergetekende Fred Pangmanen, heet ik u allen hartelijk welkom. Ik ga u het woord geven aan een voor ons inmiddels heel vertrouwd gezicht op deze en voorgaande herdenkingen, Kent Hansson. Hij is al jaren onze ceremoniemeester en hij zal ons door deze herdenking leiden. Ik wens u een hele mooie middag. Dames en heren, goedemiddag. En wat fijn dat u er allemaal bent. Ik neem aan dat u om 11:55 deze middag ook even gekeken heeft naar de ceremonie in Den Haag, waar ook onze minister-president aanwezig was. Dat is in het verleden wel eens anders geweest onder andere minister-presidenten. Ik mocht een aantal jaren geleden met mijn vader daar aanwezig zijn. Mijn vader, ook natuurlijk in een jappenkamp gezeten, had daar toch wel de nodige trauma's van. Maar het mooie was dat toen ik met mijn vader daar aanwezig was in Den Haag, dat ik na afloop een soort andere vader zag. Een andere vader die zich een beetje gelauwerd voelde en ook een beetje klaar was met alle ellendige verhalen uit Indië. Die ellendige verhalen die kwamen natuurlijk pas later, hè, want dat was vanmiddag ook op tv. Als mensen het over Indië hebben, hebben ze het over Tempo Dulu. Over de mooie tijd daar, met lekker eten en de zon en met allerlei baboes, dat je alleen maar je pantalon in een mand hoeft te gooien en 's middags ligt hij weer gestreken op je bed. Die tijd is voorbij, al lang natuurlijk. Maar daar hebben we het vandaag niet over. Wij gaan beginnen aan de ceremonie. We gaan naar de burgemeester van Laren. Ik geef graag met heel veel plezier het woord aan ook mijn Facebookvriend, de heer Nanning Mol. Wanneer je in de schoolbank zit, kijk ik je wel eens aan. Ik zou je willen zeggen dit. Het zal met jou wel gaan. Jouw hoofdje heeft nu al een wil, maar wat jouw klein hartje weet, is niet alleen maar kindervreugd, maar ook al mensenleed. Dit gedichtje schreef een kleuterjuf vlak na de oorlog in het schriftje van Marijke Asbeek-Brussen, als ze in Den Helder op school zit. Marijke is nu 80 en ze woont in Laren. Haar naam is Nederlands, maar haar verschijning volledig Indisch. En Marijke heeft mij het verhaal van haar moeder verteld, Henriette van Lichten. Jetje werd ze genoemd. Ze groeide op in Nederlands-Indië in een gegoede familie. Half Indisch, half Nederlands. Ze trouwt met een marineofficier en in 1942 wordt Marijke geboren. In datzelfde jaar komt Jetje in een jappenkamp terecht met haar pasgeboren dochtertje Marijke, die ze snel buiten het kamp weet onder te brengen. Ze is alleen. Haar man is op zee en neemt deel aan de slag op de Javazee. Ze overleeft het kamp. Maar tijdens de Bershiab-tijd maakt Jetje verschrikkelijke dingen mee. Ze wordt mishandeld en verkracht. En ze is getuige van de meest gruwelijke martelingen. In 1946 komt Jetje vrij. Ze wordt vanuit een vrachtwagen vol kampgenoten letterlijk op straat gesmeten. Ze heeft niks meer en vertrekt met Marijke naar Nederland op de SS Nieuw Amsterdam. Het eerste schip dat na de oorlog overlevenden naar Nederland brengt. De reis gaat door het Suezkanaal en er wordt een tussenstop gemaakt in Attaka, Egypte. Dat weet Marijke nog, want daar krijgt ze warme winterkleding, een trainingspakje voor jongens. En als ze aankomen in Nederland hebben Jetje en Marijke alleen elkaar. Vader is buiten beeld geraakt. Hoe haar moeder het gedaan heeft, weet ze eigenlijk niet. Maar Jetje huurt een kamer en komt aan werk. Als Marijke mij dit verhaal vertelt, laat ze een gedenkpenning van haar moeder zien. Aan de ene kant staat hulde aan de Nederlandse vrouwen in de Japanse concentratiekampen. En aan de andere kant staat vier en ongebroken. Dat lijkt te kloppen. Ondanks alles wat ze heeft moeten doorstaan, blijkt Jetje nog steeds over een hele grote wilskracht te beschikken.
Met opgeheven hoofd en met een sterk gevoel voor eigenwaarde en trots bouwt ze na de oorlog een nieuw leven op. En vindt ze een geweldig nieuwe echtgenoot en een vader voor Marijke. Ze wil vooruit. En inderdaad, naar buiten toe, fier en ongebroken. Maar van binnen is ze kapot. De verschrikkingen die ze heeft meegemaakt kan ze niet verwerken. En er is geen hulp. Langzaam krijgt ze last van waanbeelden en driftaanvallen. Het kamp woekert in haar hoofd en gaat nooit meer weg. En nooit zal ze haar dochter vertellen wat ze heeft meegemaakt. Het kamp gaat mee het graf in. Marijke verzamelt via vrienden en kennissen zelf informatie over het leven van haar moeder. En ze weet dat ze is grootgebracht door een moeder met een onverwerkt trauma. Maar als ze terugdenkt aan haar moeder, overheerst vooral een gevoel van grote trots. Geachte aanwezigen, beste mensen. Ik vind het een eer dat ik hier namens de gemeente uit het Gooi mag spreken bij de Indiëherdenking. Samen staan we stil bij het echte einde van de Tweede Wereldoorlog. En bij het leed dat velen is aangedaan, 76 jaar geleden. En we denken allen die ten gevolge van de Japanse overheersing en de Bersiap zijn omgekomen. Onze gedachten gaan ook uit naar hen die nog dagelijks angstaanjagende herinneringen hebben aan de verschrikkingen die ze hebben meegemaakt. Het verhaal van Jetje en Marijke is niet uniek. En het zal voor velen van u herkenbaar zijn. En het gaat niet alleen over de gruwelijkheden van het kamp. Het gaat ook over de koude ontvangst in Nederland. Over het nieuwe leven dat velen zonder hulp en vaak alleen moesten opbouwen. En over hoe ze zich een plaats in de samenleving moesten verwerven. Omdat ze gezien werden als vreemdeling. De geschiedenis van Nederlands-Indië, de Japanse overheersing en de Bersiap zijn onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis. Maar als we spreken over de Tweede Wereldoorlog, dan hebben we het hier bijna niet over. Ik mocht u vandaag het verhaal van Marijke en haar moeder vertellen. En ik heb Marijke gevraagd of ze een boodschap voor ons heeft. Haar antwoord was duidelijk. Ik ben de enige die mijn kinderen en kleinkinderen het verhaal van mijn moeder en de bezetting van Nederlands-Indië vertelt. Op school krijgen ze hier nog maar heel weinig van mee. En als ik er niet meer ben, wie vertelt ons verhaal dan nog? Dat moeten wij natuurlijk doen. Er zijn steeds minder mensen in leven die deze bezetting hebben meegemaakt. En het is aan ons om hun verhalen door te vertellen. Verdriet, geborgenheid en hoop, dat zijn de woorden op het prachtige Indië-monument hier. Het woord verdriet heeft geen nadere toelichting nodig. Verdriet is wat de overlevenden en hun kinderen en kleinkinderen nog steeds voelen. Geborgenheid, dat heeft de eerste generatie die hier aankwam niet altijd gevoeld. Maar hoop geeft richting en houvast. Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben een Indische familiegeschiedenis. En bij de derde en vierde generatie, de jongeren, neemt de nieuwsgierigheid naar de eigen identiteit toe. En groeit de behoefte om een achtergrond en afkomst te leren kennen. Wat is er gebeurd? Waarom? Waar kom ik vandaan? De Indië-herdenking in deze vorm hebben we aan veel mensen te danken. En vooral aan de voorzitter en initiatiefnemer Barry Roggeveen-Garenstroom en aan burgemeester Pieter Broertjes. En deze herdenking voorziet vooral in een hele grote behoefte. 76 jaar na de Tweede Wereldoorlog zien we dat de belangstelling voor ons verleden in voormalig Nederlands-Indië toeneemt. En dat het geen gesloten boek is. Aan volgende generaties Nederlanders zijn wij daarom verplicht om ook de verhalen over hun voorouders in voormalig Nederlands-Indië en wat zij hebben meegemaakt te blijven verbinden met de geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog. En de waarde van vrede en vrijheid. Zodat we samen de Indische identiteit die onze samenleving rijk is, springlevend houden. Dank u wel. Uiteraard maken Indische mensen altijd muziek, zoals vandaag ook weer. En ze noemen zichzelf Family and Friends. En ze gaan een lied zingen over de maan, Terambulan. Ja, ik hou zelf meer van Fly Me to the Moon, maar we moeten het hiermee doen vandaag. Ja, okay.
Het was op 8 maart 1942, dat was de 12e verjaardag van het jongere zusje van mijn moeder, dat de Japanners Nederlands-Indië binnenvielen. En mijn moeder heeft het ook altijd zo ervaren, de bezetting van het Japanse leger, van de Jap. Mijn vader, die in Bobber woonde met zijn Soedanese moeder en Indische vader, die heeft dat altijd over die periode als de Japanse tijd. En dus dat geeft eigenlijk al aan dat mijn ouders allebei een andere kijk hebben op deze geschiedenis. Ik heb mijn ouders wel eens gevraagd of ze herinneringen hebben aan die voor mijn vader dan de Japanse tijd, voor mijn moeder de bezetting. Mijn vader was 7, 8, 9, 10 jaar en hij zei dat hij als kind eigenlijk niet zoveel herinneringen had. Het enige wat hij wist was dat hij niet buiten het erf mocht spelen. En zijn oudere broer, Eti, mocht dat wel. En die kwam dan vaak thuis met Japanse liedjes die hij weer had geleerd van Indonesische vriendjes. En met wie hij dan had gespeeld. En mijn vader herinnerde zich wel dat op een gegeven moment de honger toesloeg in die zin dat er weinig eten was. En dat zijn moeder regelmatig met sieraden of kains het huis verliet. En dan zonder die sieraden en kains thuis kwam, maar wel met wat eten. En één keer per dag werd er dan gegeten. Die avond aan tafel vroeg mijn broer Edward om nog een extra hapje. We hadden weinig te eten. Mijn moeder had ons, 4 opgroeiende kinderen, op een streng rantsoen gezet. Meer dan 1 hapje per maaltijd was uit den boze. Edward kon blijkbaar op dat moment zijn honger niet de baas en vroeg om nog een hapje. 1 hapje maar. Ik zag dat mijn moeder wilde toegeven. Edward was speciaal. Zijn geestelijke vermogens hadden zich nooit verder ontwikkeld dan die van een kind. Nee, sprak ik streng. Ik was een tiener en ik was erg bazig. We moeten het eten bewaren. We weten niet hoe lang dit allemaal nog duurt. Edward kreeg zijn extra hapje niet. De volgende ochtend kwam de Jap. Op zoek naar jongens, naar mannen. Ze vonden Edward en sleepten hem mee naar de vrachtwagen. Edward begreep er niets van. Mijn moeder huilde en schreeuwde. Nee, nee, neem hem niet mee. Jullie hebben niks aan hem. Zien jullie dan niet dat hij speciaal is? Ze probeerden hem uit hun handen los te maken. Edward, Edward. Ze wilden achter de vrachtwagen aanrennen, maar ze zakte huilend door haar knieën. Ik heb er nog steeds spijt van dat ik hem dat extra hapje niet heb gegund. Ik heb ook gevraagd of ze herinneringen hadden aan de zogeheten bevrijding. Mijn moeder zei altijd: 15 augustus herdenken we de capitulatie van Japan. Niet meer en niet minder. Dat er achter die 4 woorden heel wat schuil ging, dat voelde ik wel aan. Maar ze sprak er verder niet over, maar dat was het. De capitulatie van Japan. En dat was zeker geen bevrijdingsdag, zei ze. Mijn vader herinnerde zich van de bevrijding. De Gurkha's. Het Brits-Indisch leger was het leger wat Bogor dan toen bevrijdde. Niet de Nederlanders, niet het Nederlandse leger. Nee, de Brits-Indische legers, de Gurkha-soldaten. De Gurkha-soldaten waren degene die de Indo-families uit Cianjur op dat moment bij elkaar brachten in een kerkgebouw als een soort van evacuatiekamp. Het was op papa's verjaardag trouwens, zijn 11e verjaardag, 6 augustus 1945... dat de bom op Hiroshima werd geworpen. En nu staan wij dan hier, inderdaad niet een bevrijdingsdag te herdenken. En ja, wel het einde dan van de oorlog aan de andere kant van de wereld, maar tegelijkertijd ook het begin van een hele, ook weer emotionele periode. De politionele acties, de Bersiap. Op 18 december 1948 werd de oudste broer van mijn vader in Bogor neergeschoten. En dat was meteen ook de eerste dag van de tweede politionele acties.
Mijn oom werd neergeschoten omdat hij heel graag weg wilde uit het ziekenhuis waar hij was opgenomen vanwege mentale problemen. Hij wilde naar huis, het was een week voor kerst, maar het ziekenhuis vond het niet goed. En toen dacht hij, nou, ik ga toch 's nachts. Hij klom over de muur, werd gezien of eigenlijk niet gezien door een militaire post tegenover die muur. En wat zij zagen of dus niet zagen was een schaduw en ze schoten en dat was zijn einde. Ik wil natuurlijk, ik wil niet alleen stilstaan bij al dat verdriet en al die pijn, al die wonden. Ik wil ook stilstaan en ik wil mijn eer betuigen en zeker mijn respect aan die eerste generatie. Aan hen die al ons zijn ontvallen, maar ook zeker aan hen. En ik kijk hier naar Tante D. Echter, die het overleefd hebben en nog onder ons zijn. Ik wil eindigen met een pantoem van mijn vader. Toen mijn vader hier was, 1959, 1960, heeft hij een pantoem geschreven. Een Indonesisch gedicht. Hij heeft dat in 1960, dus dat was meteen zijn eerste jaar na dat hij hier aankwam. Hij heeft me dat in een e-mail gestuurd. En hij schreef daarbij onderstaande pantoem, Cindy, schreef ik in 1960 in het eerste jaar na aankomst in Nederland, toen het mij opviel dat rassendiscriminatie veel in het nieuws was, in tegenstelling tot in Indonesië, waar ik daar niets over hoorde. De vertaling heb ik nu net gemaakt. Ik lees het eerst voor in het Indonesisch en dan lees ik het voor in het Nederlands. Setiap bangsa berabad-abad, masing-masing mempunyai adat. Bagaimanapun warnanya kulit, sakit juga jika dicubit. Elk volk, eeuw in, eeuw uit, heeft zijn eigen traditie. Hoe de huidskleur ook mogen zijn, het doet pijn als je erin knijpt. Met elke stap vooruit denk ik terug aan de warmte van jouw lippen. Ik raak steeds verder weg van huis. Verloren dagen worden jaren en de kilometers slechts stippen. Maar ik zal alles bewaren voor later. Wij zitten nu al een jaar gevangen en van uitzicht op een bevrijding is nog geen sprake. De berichten zijn somber. Ik lig in een houten barak met een atapdak. De barak zit vol met kogelgaten. Net als mijn hart, dat niet snapt dat al het huiselijk geluk uit elkaar gerukt. Maar ik weet, en ik voel werkelijk, dat ik terugkom. Ja, terug. Een uur lopen en een half uur rust. 500 man door bergen en dalen proberen de oorlog in te halen. Onder het licht van een volle maan vallen zij in slaap, in de open lucht. En in stilte gingen velen door de jaren heen. Ik heb grond over ze gestrooid, graven dichtgegooid en veldbloemen. De kleine beetjes hoop die we vonden in Thailand werden geplukt om met hen mee naar de hemel te gaan. Net als een stukje van mijn hart, dat niet snapt dat al het huiselijk geluk uit elkaar gerukt. Maar ik weet en ik voel werkelijk dat ik terugkom. Ja, terug.